Hi jongens, welkom bij weer een super nieuwe vlog van Richard. Dit wordt weer een super leuk avontuur, want wat ga ik vandaag doen? Vandaag ga ik een lange rit maken vanaf Leiden naar Woerden. En het leuke ervan is, mijn neef die woont in Elst, dat ligt ergens voorbij Utrecht, die komt op een Honda Dax. En dat is een soort viertakte brommer, die ga ik jullie straks laten zien. Vanaf Elst komt hij naar Woerden toe. Dus we gaan elkaar in het midden ongeveer ontmoeten. Dus ik heb het even van tevoren uitgezocht. We gaan afspreken in een soort eetgelegenheid waar je aan de buitenkant ook je scooter kan opladen. Dus dat is gunstig. Oké, jongens, ik zou zeggen veel plezier met kijken en ga er lekker voor zitten, zou ik zeggen. Nou, het is nog niet al te ver, maar het begin is er. We zijn aangekomen in Zoeterwoude-Rijndijk en we gaan door. En? Basiswoude-Rijndijk. En hoeveel kilometer? Ik zit nu 7,7 kilometer van mijn huis af.
natuurlijk eerder als Gideon. Dus 11:50 en ik zit al lekker bij Café de Pompier met een lekkere latte macchiato erbij uiteraard. Heerlijk. Dus ik ga gewoon eventjes wachten op Gideon. Ik ga even op Google Maps kijken waar die gebleven is, die jongen. Nou, zoals ik het nu zie, gaat het toch wel even duren. Hij zit toch bij Utrecht. Ik weet niet of je dat kan zien op de film. Ik zit hier. Mijn boeren. En hij zit nu ergens hier bij Utrecht. Ik hoop dat hij nog een beetje recent is. Nou, we wachten gewoon eventjes, hè. Ja jongens, en dan zijn we aangekomen bij de Café de Pompier in Woerden. En mijn neef is er ook, dat is Gideon. Die is op zijn Honda Dax helemaal hier naartoe gekomen. Eindelijk is hij er. Ik heb ongeveer 20 minuutjes op hem gewacht, maar vond het geen straf. Want ik had lekker een latte macchiatootje erbij. Hey Gideon, jij hebt ook je camera bij je? Zeker, zeker. Wat heb jij voor een camera? Ik heb een Sony Action Cam. Kijk. Mooi dingetje, met een watervast huis, dus als hij de plomp in rijdt, blijft hij gewoon doorfilmen. Absoluut. Nou ja, kijk, hij is nog een beetje aan het improviseren met een telefoonhouder ook, wil hij ook gaan maken, denk ik, op zijn stuur van zijn Honda. En ja, ik ben blij dat hij er is. Zeker. We hebben elkaar lang niet gezien. Ja, absoluut. Allemaal veel absoluut. Dingen te bespreken en te vertellen. En we gaan zo meteen gaan we eens eventjes bij zijn brommen kijken. En dan gaan we eens even kijken hoe die Honda Dax er van de buitenkant uitziet. Nou, hier staat de scooter bij dat café. En inderdaad, je kan hier dus opladen. Het was heel slecht te zien op Google Maps. Maar daar dus zit de stekker. Hij redt het net. Dus als het goed is, heb ik nu weer een volle accu. Om weer terug te rijden richting Leiden. Nou, hier staat de scooter bij dat café. En inderdaad, je kan hier dus opladen. Het was heel slecht te zien op Google Maps. Maar daar dus zit de stekker. Hij redt het net. Dus als het goed is, heb ik nu weer een volle accu. Om weer terug te rijden richting Leiden. Nou ja jongens, dit is dan de Honda viertakt Honda Dax. Waar ik het over gehad heb. Het staat er ook heel duidelijk op. Replica. Hij heeft hem nieuw gekocht. En inmiddels heeft hij ook al wat aardig wat kilometertjes afgelegd. Hoeveel kilometer heb je al gereden? Ik heb er nu 2000 kilometer mee gereden. 2000 kilometer? Oké, nou nog niet zoveel als mij, want ik zit bijna aan de 10.000. Maar het gaat goed komen. Dus je moet even doorzetten. Ja, doorblazen. We moeten vaker naar elkaar toe rijden. En dan, maar ik moet eerlijk zeggen jongens, het is echt een hartstikke leuk ding. Het is natuurlijk oud en nieuw bij elkaar, alhoewel dit ook gewoon een nieuw is. Het is een viertak, er zit een waanzinnig mooi geluid in. En het zadel is ook riant. Je kan hier gewoon ook heerlijk met z'n tweeën op zitten. En als je er eenmaal op zit, ja, dan heb je ook gewoon een heel ander gevoel als op de e-scooter. Want ja, je hebt geen scherm, maar je hebt enorm veel zicht. Dat is wel weer eigenlijk een nadeel als je in de regen rijdt, want dan ontvang je echt al het water wat in de hemel is. Dat komt ook op jou neer dan, zeg maar. Maar daar heb je natuurlijk regenkleding voor. Daar heb je regenkleding voor, uiteraard. Nee, maar jongens, hey, laten we eerlijk zijn, het is gewoon echt old fashioned. Maar die pijp, jongens, wat een sound zit erin. Hey Gideon, kan je hem even starten? Ja, dan gaan we even starten en dan gaan we jullie eventjes het geluid laten horen. Kijk, hij steekt de sleutel in het contact. Spiegeltjes erop gezet van AliExpress. En waanzinnig, hè? Dat werkt natuurlijk ook. Hoor eens even. Wel lekker hè, zo'n
geluidje. Ja, dat heeft deze scooter natuurlijk niet. Want dan zet je het contact bij aan. En dan gaat hij natuurlijk gelijk rijden. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, dat is ook een feest om op te rijden, hè, dit ding. Geweldig. Wat een mooi apparaat. En gewoon nog met versnelling. Handstart kan ook, hè. Of elektrisch heeft hij, ja, nu gestart. Elektrisch en kickstart kan ook. Kickstart kan ook. En dan de voetrem, hè, voor de mensen die dat niet weten. Dit is een rem. Dan kan je met je voet kan je remmen. En met je linkerhand, dit is geen rem trouwens, dit is de koppeling natuurlijk. De koppeling, hè? Ja. Ja, dit is de koppeling. En aan de rechterkant heb je de rem. Is het de voorrem, hè? Ja, de voorrem. Ja. Ja. Dus de voorrem. Ja, jongens, de Honda DAX. Er schijnen dus ook wat clubs van te zijn in Nederland. En van één club is hij ook al lid, geloof ik, hè? Ja, zeker. Ja, dus die organiseren ook toertochten door heel Nederland heen. En ja, ik zou het ook leuk vinden om een keertje met een toertocht mee te rijden met de elektrische scooter. Maar ja, jullie wonen allemaal zo ver weg, hè. Ik kom zelf uit Leiden. Ik zit nu in Woerden. Ik heb hem net opgeladen bij de cafetaria waar we net waren. En nu is hij weer helemaal vol. En start klaar om weer terug te rijden naar Leiden. Dus de volgende scooter die je gaat kopen, of brommen gaat kopen, wordt een Honda DAX? Nou, misschien wordt dat wel mijn tweede scooter. Dat zou zomaar kunnen, ja. De beleving is er wel, hè? Ja, de beleving is er wel. Het is absoluut, als je brommen wil rijden, dan is het wel de ultieme beleving om op een Honda DAX te rijden. Dat kan niet anders zeggen. Ja. Alleen, dat is de toekomst. De toekomst, dat zeggen ze, hè, dat dit de toekomst is. Ze zeggen ook dat ze binnen nu en 5 jaar geen brandstofbommen meer gaan verkopen. Oh? Wat moet jij dan doen? Ja, door al even rijden. Nou ja, weet je wat wel een groot voordeel is? Hoeveel liter kan erin bij jou? 5,5 liter. Ja. Oké, en hoe lang kan je er, hoeveel kilometer kan je er ongeveer mee rijden? De vorige keer heb ik er 300 mee gereden. Ja? 300 kilometer mee gereden. 300 kilometer? Toen keken ze me een beetje raar aan in de winkel. Want? Ja, dat kon eigenlijk niet, want dan rij je op 41. Oh. Dus ik ben nu aan het testen hoeveel ik nu kan rijden. Dus daar ga ik misschien nog een nieuwe vlog over maken. Dat je stilstaat langs de kant zonder benzine. Ja, heb ik al een keertje meegemaakt inderdaad. Oké. Dus dan moesten mijn collega's erg hard lachen. Ja. Maar goed, we gaan het uittesten. Ja, nog, zeker. Ik ben nieuwsgierig, ja. Ja. Nou ja, jullie weten het, hè. Ik kan zelf met 2 accu's kan ik ongeveer, ik zit er nu alleen op, 85 kilometer kan ik rijden. Dit wilde ik jullie ook nog even laten zien. Ik heb van een oude placemat gisteren, heb ik op de telefoonhouder die ik gemaakt heb, of erop gezet heb, waar ik veel te veel geld voor betaald heb. Daar ben ik nog steeds ziek van. Maar van een oude placemat even met duct tape heb ik dit erop geplakt, zodat de zon er niet zo goed in schijnt. En ik moet eerlijk zeggen, het werkt fantastisch. Het lijkt wel zo'n patatschep. Het ziet er niet uit, maar het werkt wel fantastisch goed. Alhoewel nu de zon er vol in staat natuurlijk. Maar onderweg hier naartoe heb ik er toch wel veel plezier aan beleefd. Nou jongens, dit was old en nieuw. Ja, oud en nieuw. Ja, zeker weten. Dus we gaan nu weer allebei onze weg vervolgen. En Gideon, die gaat weer terug naar Elst. Ja, inderdaad. Je hebt 2 Elsten in Nederland. Elst Gelderland en Elst Utrecht. En jij woont in Elst Utrecht. Utrecht, ja. Ja, gelukkig maar. Want stel je voor dat ik van plan was geweest om naar hem toe te rijden. Dan had ik nog onderweg geweest. Had ik in Gelderland gezeten. Nee, maar ja. Gelderland of Utrecht. Dat valt op zich wel mee. 50 kilometer. Ja. Ik heb zelf 44 kilometer gereden om hier te komen. Hij 54, hè? Ja, 54. Hij 10 kilometertjes meer. Ah ja. Maar goed, het is... Het was een goede plek. Met dit weer is geen straf om lekker te toeren. Nee, het is prachtig weer gelukkig. We hadden ze ook opgegeven. Het is wel een klein beetje bewolkt, maar het is super. Ja, de temperatuur is goed. En ik ben blij dat ik mijn neef weer gezien heb. Echt super tof. En jongens, we gaan zo meteen met de terugreis beginnen. En ik zal jullie zo meteen nog eventjes een paar beelden laten zien van de terugreis. Dacht ik ook. Ja, top. Is goed. Ciao. Zo, vonden jullie dit nou een hele leuke video? Dan zou ik zeggen, doe een duimpje omhoog. En als je links of rechts onderin op het belletje klikt, dan mis je geen enkele video meer van Richard in dit geval. Maar Gideon, jij hebt ook een eigen YouTube kanaal. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Kan je dan ook abonnee van worden? Uiteraard, zeker. Oké, hoe kunnen we jou vinden? Op mijn eigen naam, hè? Simpel. Oké, Gideon. Nou, binnenkort zie je ook Gideon, hè, YouTube. Heb je ook een shirt aan. Die kan je trouwens weer bestellen bij www.gewoondimpie.nl met een Griekse ei. Kijk even op die website, hartstikke leuk. Dan kun je allerlei leuke dingen bestellen
voor weinig. Ja. En nou ja, nogmaals, vonden jullie het een leuke video? Druk even een duimpje omhoog. Druk het belletje aan en dan mis je geen enkele video meer van Richard. Ik zou zeggen, jongens, tot de volgende vlog. En laat even in de comments weten wat je bij je voorkeur eruit gaat. Deze mooie replica oldtimer of de hypermoderne Ecoute. Juist, dat zou ik ook wel willen weten. Laat gerust je comment achter. Ja. We zijn reuze nieuwsgierig wat de mensen eronder schrijven. Absoluut. Hartstikke leuk. Top man. Oké.